on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, ja. En je ziet dat we net even in beeld staan. Sean was MVP. Ja. Sean MVP. Ja, ja. Ik heb al een tijdje niet meer gespeeld. Oh, we gaan Riptide spelen. Oeh. Voor mij hebben die al een keertje gedaan in deze serie, maar dat maakt niet uit. Het is wel een hele leuke map. Ik vind het een van de leukere mappen trouwens dit. Jij niet? Ja, ja, ja. Ja. Nou, de bedoeling is in ieder geval van deze serie natuurlijk dat wij als oude lul zijn natuurlijk samen 50 kills proberen te halen. En dat is echt heel erg lastig. Dat lijkt allemaal zo, dat doe je even. Maar dat doe je dus zeg maar... Even niet? Niet even. Ik zie al iemand... Hier. Ja, ja. Hé, hey, what the fuck? Zitten gelijk maar overal in de bosjes te kamperen, ja. Ik raak ze niet. Ik raak ze wel, maar... Ik had er eentje voor me. Waar zitten ze dan? Ja, er aan de zijkant. Ja, maar ik spawn hier op een hele rare plek eigenlijk wel, vind ik. Ja, nou als je nou rechtdoor loopt, de hoek omgaat, dan normaal gesproken moet ze hier spawnen. Oh. Kijk, dat wou ik zeggen. Hallo, spawn. Jij daar. Wat een vies mannetje, joh. Lekker op je knietjes langs daar, de bosjes drie. Zitten. Gaat-ie goed? Gaat-ie goed, ja? Mooi. Voor mij gaan ze zo meteen in onze rug komen. Nou, dus moeten we normaal gesproken wel een beetje vlakbij je spawnen, toch? Ja, maar... Oké. Ik ga het eerst even liggen, want ik ik wou zeggen aankomen, maar dat niet. Oh! Nee! Fuck! Ik heb bijna mijn perk namelijk. Fuck! Dat is wel lekker als je een perk hebt. Ah ja, kut. Voor mij heb ik er al 4 of 5 hoor, hé, trouwens. Nou, netjes. Netjes hoor. Ik weet het, je weet zelf. Waar spawn ik hier? Oh my god, kijk waar ze spawn. Spawn tussen 80 man in, hè. Oh my god, oh. Oh, ik ga automatisch reviven. Oh, dat is ook irritant. Oh, dat is irritant. Automatisch reviven is echt... De rest gaat helemaal goed, of? Ja, ik vraag het maar even. Automatisch reviven, jongen. Dat is ook zo fucking irritant. Ja, dan moeten ze ook aan gaan pakken. Hé, wat? What the fuck? Oké, 57% had ik hem gedamaged. Maar ja, dat is te weinig, hè? Ja. Ik moet moeten joinen. Want ik moet er eigenlijk, het liefste... Ja. Zo'n... 6, 7 kills per 100 kills die te verdelen zijn, moet ik maken. Jij ook. Ja. En ik heb er nu 5. Ah joh, flikker toch een end op. 6 dus. Oh. Heb jij er? Ik heb er 3. Nou, dat is helemaal kut dus. Ja, maar ik heb er al 7. 8. Ja? Ja. Oh, ja, ik... Ah, ik wou wisselen, maar ik hoorde hem niet komen, hoor, achter me. Jammer, ik denk, nou, ik revive hem even. Ja. Maar eigenlijk moeten we niet te veel letten op het reviven, want dat heeft toch geen nut. We moeten kills maken. Ik wil net zeggen, kills zijn belangrijker dan het reviven. Reviven is eigenlijk niet zo belangrijk. Zelfs winnen is eigenlijk niet zo belangrijk. Oh, nou, het zal wel, als er iemand daar zit, pech. Alles wordt ook van mijn poten gewoon weggeschoten hier. Daar word ik een beetje scheikleurig ziek van. Oh. En dat viezige kikkertje. Ah joh. Dat wil ik net zeggen. Ik heb het toch nog een pakken, pleurishond. Assist counter skill. Oh! Ga nog dood. 94%. Weet je of het helemaal 100% meetelt, hè? Die assist counter skill. Ik durf het eerlijk gezegd ook niet. Ik weet het nog steeds niet. Als de mensen dat weten, toevallig moeten ze het achterlaten. Anders zou het wel bullshit zijn, vind ik inderdaad. Anders moet er niet staan assist counter skill, namelijk. Maar ja. Het zeggen. Maar ja. You never know. You never know. Godsamme. Ligt er eentje plat op zijn kloten in het bosjes aan de zijkant. Nou! Ik had daar een triple feed moeten maken.
Echt waar, een triple feed. Ik kwam David tegen. Ja. Dus dat zal weer 14 min zijn. Godverdomme, je spont wel heel soms dicht met elkaar en soms is het irritant. En dat niet alleen, ze zitten ook lekker in die bosjes te kamperen. Jezus mensen, ik word hier gekild door iemand in het licht een loodje. Een partij die jongen. Kill assist 13, wat? Voor mij... Ja. Volgens mij is hij een kasteeltje aan het maken in het zand of zo, weet ik wel. Wow. Ah, het reloaden gaat echt af en toe te traag. Ja. Dan neem je verkeerde beslissingen, dan raak je net iemand niet en dan ga je automatisch ga je erachter in beweging mee, zeg maar. Killer 670, pleur toch op, joh. Ja. Pleur toch op, jongen. Pleur toch een end op, man. Ah, joh, tief top. Kut. Waar zit hij dan? Ja, aan de zijkant. Ja, ik word geraakt ergens vandaan gesniped. Waar dan? Waar dan? Kom op, jongens. Ja, dat is zo irritant, toch? Jee, oh, achter dat hockey weer aan de zijkant bij die... Ja. Daar word je een beetje scheidpleuren, scheidziek van. Jezus, mensen staan ook trouwens dik achter. En nu? Waar spawn ik nu weer? Oké. Even kijken, holy shit! God, kleren! Health 4. Haal nog 4%. Godsamme. Als je een scout skill krijgt, dan is er niet zoveel aan de hand, toch? Maar... Nee, maar die... Beetje scheidziek van. Echt! Nou. Oké. Helemaal kut. Hey, ik heb er weer één. Dat is mooi. Even kijken, spawn dan hier, jongens. Dat is er één. Kut. Spawn achter ons. Oké. Ik ga een beetje richting mijn perk. Netjes. En dat is wel handig. Als ik een extra perkje heb. Dat weet ik wel zeker, ja. Zo, headshot, bitch. Achter je. Ja, is hij nog levend? Of, Ja, hij is nog levend. Ik ben dood. Hij loopt ergens achter je. Ja, die heb ik ook dus. Fucking nice. Ja. Oh my god. Ik heb een probleem, ik heb geen kogels meer. Kom op. Ja, goed zo. Extra mekkers. Oh, kijk. Zo deed ik dat. Even healen iemand. Ik had nog een paar puntjes nodig. En dan... Waar spannen ze nou? Want daar kom ik weer niks tegen. Suppression assist. Zit ook even niet op. Fuck je schijt eraan. Gewoon lopen. Liggen. Ah joh, weer voor mijn poot weggeschoten. Waar ben je weggeschoten? Maar je ligt niet in de buurt. Nee, je moet ook niet mij reviven. Ik kan bijna gewoon lekker het duel ingaan en niet mij reviven. Want dat schiet ook even niet op. Het kost gewoon zoveel... Oh, what the fuck? What the fuck? Drie man naast me. Oh. Ja, ik kill nog eentje op een of andere manier. Ik weet niet hoe, maar ja, ik kill hem. Ik weet niet hoe. Maar ik weet het wel dat ik iemand killde. Even kijken. Snipertje hier. Bijna, ja. God, zal maar lief hebben, zeg. Gossie, man. Oké. Daar naartoe. Ah, joh. Ah, double barrel shotgun. We killen elkaar. Ben je ook helemaal gestoord van. Ja, dat is ook... Nou ben ik geen revive. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet, zowat. En dan XXXX in je naam. Dan ben je ook wel heel stoer weer, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon... Dan ben je de bom.
Oh my god. Dat... Ja. We staan zelfs nog iets achter. Ja, we staan nog achter, maar... We zijn wel ja. richting... Oh, kom op. Kom op, kom op. Revive. Ja, daar. Oké, okay, nice. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Fuck. En... Ik moet even helft hebben. Ah, fuck it. Of zij kan gaan. Voor mij zit hier iemand. Ja, wow. Wow, had je hem? Heb ja, je hem? Ik heb hem nog, maar ik heb 8, 3% held maar. Ja, pleur een pakketje neer, dan Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ik ben wel een beetje geheeld, maar... Hier. Ja, dankjewel. Ja, ik ben een beetje ge... Oh, oh. Ja, ik heb er nog eentje meegenomen. Oh. En ik die andere, fuck, kut. Nou, nou, jij hebt wel eentje meegenomen, hè? Ja, ja, ik had er ook nog eentje. Die jouw schoot, die had ik nog te pakken uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Godver... Ik moet een granaat gooien voortaan. Dat is zoveel mensen. Als er 3, 4 mensen bij elkaar ja. staan, dan moet je gewoon even een granaatje gooien. Dat leidt ook af. Molotov cocktails. Molotov cocktails, maar dat vind ik ja. te traag, man, eigenlijk. Ja, oké, okay, ja. Misschien ook maar een granaatje weer eens aanzetten. De muziek gaat aan. Ik vind nou. Het wel beter. Burn, baby, burn. Ah, joh. Die single God. Shot wapens, echt, dat het ook zo pure eens. Net als die sniper rifles. Het is maar je trigger overhalen. Ja. Tik, 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 tik. En je hebt iemand. Nou. Daar gaat hij tijden, daar gaat hij. Zullen we de 50 gaan halen? Oh, ja, ik heb in ieder geval eentje erbij nog. Wat heb ik? 23, 16. 14, 13. 13, 13. 36 kills. Oh my god. Nou, het blijft lastig, jongens. Geen niet een duimpje omhoog te geven. Tot de volgende keer. Bye. Later. Bye. Hoi.